Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben samen met Myron en hier is een best wel groot pakketje binnengekomen. En ik heb geen flauw idee wat het is, want er staat de naam van Myron op. En Myron die zei, maak het maar open voor de vlog. Dus ik ben heel erg benieuwd, dus laten we het even omdraaien. En laten we dan hier even een mooie snee maken. Oh, mocht ik er wel in snijden eigenlijk? Oké, okay. Volgens mij is het goed gegaan. Ja, dat wist ik niet. Huh, is het een tapijt? Nee. Maar kom er dan. Is het een tapijt? Ja, dat weet ik toch niet. Wat is dit? Een deken? Nee. Oeh, een quiz. Nog een gokje, doe nog een gokje, snel. Oh, vouw je dit open en ligt dan de baby daarin? Zo'n nestje, babynest. Ja, dat vond ik zo fijn. We hadden het toen met Davy gezien. Ja. Wow, dat is fijn, hè? Ja. Oh, hier wil je toch in liggen. Lekker babynestje. Dit is echt heel fijn, man. Die is mooi, hè? Oh, hier ga je dan in liggen. Dit is eigenlijk een soort van hondenmandje. Ja. Maar dan voor de baby. Ja, die kan je gewoon op de bank of bij ons in bed leggen bijvoorbeeld. Ja, super. Niet als je daar zeg maar dat wij dan ook gaan slapen. Dat schijnt al gevaarlijk te zijn. Maar als wij gewoon aan het chillen zijn, een filmpje aan het kijken zijn, dan kan je hem wel zo tussen ons inleggen. Het schijnt gevaarlijk te zijn als je baby hierin ligt en je gaat zelf daarna slapen. Ja, want dan kan het zijn dat je zelf draait en op je baby gaat liggen. Meen je? Ja, dus dat moet je echt voorkomen. Dus daarom heb je ook zo'n co-sleeper naast je bed, waar je nooit zelf in kan rollen, zeg maar. Goeie. Zo, dit ziet er leuk uit, zeg. Ja, die is lief, hè? Ja, en dit dan? Die weet ik niet meer. Maar dat... Oh ja, die vond ik lief. Die vond ik lief. Ja, we hadden al wel een nijntje gekregen, maar nog niet zo groot. En ik vind groen ook wel echt mooi. Oh ja, en een pakje nog. Zo lief. Een pyjama is dit volgens mij. Echt schattig. Die is cute, hè? Ja, die is heel cute. Lijkt wel groot een beetje. Ja, het is 56, dus het is niet helemaal voor de eerste maand, maar... Deze is wel een hele mooie kleur, dit. Ja, hè? Ja. Nou, dat was het. Zit hier nog wat in? Oh, dat weet ik niet. Hè? Huh? Oh ja, dat was voor mij, volgens mij. Van die olie. Ja, van mijn buik in te smeren. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, kan je lekker je buik in smeren. Ja, fijn. Oh, nice hoor. Ja. Ja, ik vind deze echt mooi. Ik vind die nijntjes sowieso echt super cute. Miffy. Miffy! Ja, wel heel deze lief hoor. Echt lief. Ja, lief hè. Ja. Oh. Kleed Miffy maar even aan met zijn nieuwe outfit. Zullen we het even doen met vier? Hey, zal ik even aankomen? Kom maar, jongen. Dat broekje heeft een veel te korte beentje. Kom maar. Zo, die zit om. Ja, die zit ook om. Ja, lekker over de poepet. Goed zo. Blijf liggen. Zo. Ja, rustig maar. Goed zo. Goed zo, nu nog de bovenkant. Past hij over zijn hoofd? Ja, heel even je adem inhouden. Kan ik niet via onder, doe maar via onder, dat is beter. Ja, aangekleed. Ja, dat kan niet, dan rek ik in mijn mind. Ja, dus dan moet hij eigenlijk, ja, dan via onder rek je hem. Tadaa! Ja, ga maar slapen in je nest. Nee, dat was inderdaad een tip, toch, die jij had gekregen. Om het rompertje niet via de bovenkant, maar via de onderkant aan te doen. Ja, als je niet zo'n overslagrompertje hebt, dan via de onderkant aandoen, ja. Inderdaad. Ja, super schattig. Echt leuk, leuk uitgekozen, schat. Mooi zo. Je beseft dat ik nog geen één keer iets heb gekocht. Nee, maar ik doe dit expres, want jij vindt het dus helemaal niet zo leuk om naar babywinkels te gaan. Dus dan ga ik gewoon lekker in de avond daar shoppen. Sla je de spijker mis. Ja? Ja. Gaan we vandaag naar een babywinkel dan? Zie je wel? Zie je wel? En hoe lang is het geleden dat we geweest zijn? Nee, ik doe nu zo van, je begrijpt niet. Oh. We hebben al zoveel spulletjes. We krijgen zoveel dingen opgestuurd. En kijk, ik snap dat jij het leuk vindt om zelf dingen te kopen. En dat vind ik zelf ook leuk. Maar ik vind het ook zonde als we dingen kopen wat we al hebben. Zoals? Ja, we hebben niet deze. Nee. We hebben ook niet deze. Precies. En we hebben ook niet Miffy. Nee.
precies. ik heb geen onnodige dingen gekocht. Nee, dat bedoel ik ook niet. Nee. Maar het voelt gewoon niet heel erg chill om heel veel dingen te kopen. Of überhaupt iets te kopen als we al zoveel dingen hebben. Snap ik. Maar ik ging letterlijk op de checklist kijken van zo'n baby uitzetlijst. En toen stond die Nest erop. Ja, dat doe je goed. En toen dacht ik, die hebben we nog niet. Dus daar ga ik nu even naar zoeken. En toen zat ik natuurlijk op die site. En toen zag ik het lieve pakje en die lieve knuffel. Ja, nee, die ben je verkocht. Nee, ja. Zo hoort het ook. Dat hoort ook. Dat snap ik. Nee, ik geef je ook volkomen gelijk hoor. Alleen dat betekent dus niet dat ik het niet leuk vind. Nee. Maar dat betekent dat ik bang ben dat ze dan thuiskomen met iets. En dat ze denken van, oh ja, dat hadden we ook gekregen. Nee, deze hadden we nog niet. Maar ik kan je de baby uitzetlijst wel sturen. Kan jij ook een keer iets op? Ja, doe dat maar. Ja, dan vind ik het leuk. Maar dan kunnen we wel samen naar een babywinkel om die uitzetlijst verder af te werken. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk hoor, zeker weten. Dus ja. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het super leuk, 100%. Alleen het lijkt nu al alsof we echt alles hebben, maar er missen dus blijkbaar nog wel een paar dingetjes. Ja, en wat dus ook zo is, ja, het hoeft niet per se, want we kunnen ook de hele auto elke keer helemaal volladen. Maar zoiets wil je natuurlijk ook in assen hebben eigenlijk, zo'n nestje. Ja, zo'n nestje, maar die kunnen we ook wel meenemen. Ja, maar ja, als je dat van alles zegt, dan heb je echt elk weekend, als het gaat, heb je de hele auto. Hebben een aanhanger mee. Ja. Nee, we moeten gewoon even kijken wat we dubbel nodig zijn en niet. Dus dat zien we wel weer. Maar goed, het is weer lekker Nederlands weer. Het is aan het regenen, helemaal top. Nou goed, we hebben in ieder geval lekker geslapen. En Marwa gaat nu lekker een koffietje maken. We gaan eventjes iets doen in de babykamer. Het duurt niet zo heel erg lang. Het is heel erg simpel voor heel veel mensen. Maar ik heb er altijd wel moeite mee. Namelijk opmeten. We gaan deze muur hier opmeten. En ik kan niet de enige zijn die altijd moeite heeft. En het, ja, misschien klinkt het voor sommigen een beetje dom. Maar met breedte en hoogte en diepte. Oké, hoogte. Dat klinkt logisch. Hoogte. Daar gaan we. Hoeveel zal dat zijn? Ik doe dan ook meestal een inschatting van wat ik denk dat het is voordat ik het opmeet. Want het is gewoon een leuk spelletje ofzo. Dus ik ben zelf 1,87. Nou, ik denk dat het 2,89 meter is. 2,80 meter. Even kijken. Hoe kunnen we dit het beste doen? Hoe doe je dit nu het beste eigenlijk? Ik moet het denk ik al lang maken. 2,80 meter dacht ik. Dat is dit. En dan nu. Oh, ik ben hier zo slecht in. Even kijken. Kom op. Hou dit vast. Ja. Ja. Nee! Ik was er bijna. Oké, let op dit. Zo, dat is gevaarlijk, hè? Als je hem zo heet, hoe lang kan die eigenlijk? Even kijken hoe lang die kan. 5 meter. En dan kan je hem dus hier met een knopje vastzetten. Maar als je hem nu loslaat. Wow. Dat is echt gevaarlijk. Oké, kom op Enzo, even serieus. Dit kan je toch wel? Ja, dit gaat goed. Nee! Kom op, man. Boom, boom. Ik heb het. Even kijken. Dit is 2,75 meter. 2,75 meter hoog. Dat moet je dus meteen noteren. Want anders dan meet je de breedte en dan ben je het kwijt. En nu de breedte. En nu zou je verwachten van mij, en dat begrijp ik heel goed, dat ik dus hier de breedte mee zal opmeten. Maar dat gaan we dus niet doen, hè. We pakken gewoon even de grond. Dat is veel makkelijker. Dus daar gaan we. Easy. En dit zie ik ze altijd doen. Zo super smooth, zo. Zut. 3,55 meter breed. Fijn dat ik dit eventjes heb kunnen opmeten. Maar ik ga jullie nu even heel goed laten zien hoe ze dat altijd doen. Dit is zo sick, hè. Ik vind het er heel indrukwekkend uitzien. Maar dat is een kwestie van het vaker doen. Dus precies hetzelfde met wat ik kan. En dat heb ik geleerd in coronatijd. En dan zeggen sommige mensen, oh, dat vind ik echt super knap. Let op.
kan dit, dames en heren. Iedereen kan dit. Als je een klein beetje hand-oogcoördinatie hebt, geloof me. Dit is precies hetzelfde. Dit heeft me nog geen dag gekost en ik kon dit. Echt waar. En dit is gewoon het beste voorbeeld van hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt. Ik heb nog een voorbeeld. Hoog houden. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 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 rechts. Boom! En dat deed ik altijd. Dit deed ik vroeger. Rechts, 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 rechts. Alleen maar met het rechte been. En waarom? Omdat je met rechts vertrouwd bent. Je zit in je comforts. Nu lijk ik net een beetje zo'n motivatieguy die zo helemaal netjes in pak zit achter zo'n microfoon met goede belichting, camera en zo'n emotionele, motiverende muziek eronder. Blijf jij nou in je comfortzone zitten, stap er dan uit. Het is belangrijk dat je af en toe uit die comfortzone gaat om verder stappen te maken in het leven. Want als je altijd maar in je schuld blijft, gaat niemand jou zien. Dan kan je je onderneming niet uitbreiden. Kijk, als je gewoon een boekenplank hebt, dan wil je die boekenplank natuurlijk vullen. En die kan je vullen met kleine boekjes. Maar je wil encyclopedieën erin hebben. Je wil kennis, wetenschap. Je wil gewoon alles overnemen, weet je wel? Geen idee. In ieder geval, de boodschap van dit stukje vlog is dat als je ertoe zet, dat je het kan halen. Rechts, rechts, links, rechts, links. En dit is dus iets wat me wel langer heeft gekost dan een dag, eerlijk gezegd. Oh! En ik moet zeggen dat Around the World kostte me ook langer dan een dag. Maar dan is de beloning alleen maar groter. Around the world. Ho, ho. Laat maar hem dit niet zien. Around the world. Around the world. Oh my god, oh my god. Holy shit. Holy shit. Bijna ging mijn camera daar. Op de keiharde betonnen vloer. Zo, die heb ik echt even mooi gesaved. En dit is dus precies de reden waarom mijn moeder altijd zei: niet spelen binnen in huis met een bal. Mama, ik snap hem nu. Maar dit wilde ik dus nog even laten zien. Kijk, ik heb hem nu zo vast en let op wat ik doe. Hoppa. Zo zie ik heel vaak ze dat doen. Zo, even opmeten. Zup, zup. Ziet er zo smooth uit. Hoi. Dit ding is zo gevaarlijk voor je handen. Ik heb nog iets wat heel erg gevaarlijk kan zijn, wat een beetje hetzelfde effect heeft als dit. Een stofzuiger, dames en heren. Want ik denk dat velen van jullie wel weten dat het snoer best wel lang kan. Maar als je dan eenmaal het snoer weer gaat binnenhalen via die stofzuiger en hij klettert net verkeerd op je voet. Oeh, dat doet pijn. Oeh. Geluk. Dit ging nog goed. Door het weer de afgelopen tijd in Nederland heb ik al zo ongelooflijk vaak in de tuin het vogelhuisje weer rechtop gezet. En het is gewoon een dagelijkse activiteit geworden. Hoppakee. Maar ook al moet ik zeggen, dit ding is ook wel echt een beetje kapot gegaan door het weer, hoor, eerlijk gezegd. Kijk hoe ik dat ook in elkaar heb Oh, hier. Oh, dit gaat niet lang goed. Ik zat eraan te denken en ook omdat mijn opa zo gek altijd is geweest op vogels, om gewoon misschien toch... Want ik zei dat een keertje in een soort van tuinwinkel van: wie koopt nou een vogelhuis van 300-400 euro die zo super groot is met allemaal vakken? En ja, nu heb ik toch zoiets in mijn hoofd van: misschien is het wel heel vet om een mega vogelhuis ergens daarachter in de tuin te zetten. En dat ik daar gewoon altijd even wat eten in kan doen. Dan hebben de vogels, want je hoort er altijd zoveel hier. Door gewoon de mooie tuin die we hebben. En daarachter is een beschermd natuurgebied. En ja, je hoort gewoon veel vogels. Misschien toch wel een idee om een super groot vogelhuis of zo in de tuin neer te zetten. Laat me even weten in de reacties of jullie daar misschien ervaring mee hebben of iets. Dan kunnen we daar misschien even werk van maken. We knallen alles hier in de studio weer eventjes open. Gordijnen open, rolgordijnen open. Dan heb ik even een halve liter glas meegenomen.
750 milliliter. Genoeg water drinken, dames en heren. Dat is belangrijk. En dan ga ik nu eventjes twee dozen erbij pakken. Die ik van het huis naar de studio heb getild vorige week. Omdat dit een projectje was wat ik ooit een keertje wilde uitvoeren. Ik wist niet wanneer. Ik denk dat het nu een goed moment is. Alleen daarvoor moet eigenlijk de kast wel weg. Want ik denk juist dat dat een mooie hoek is om het neer te zetten. Maar misschien kan ik eerst wel even dit kleine stukje muur gebruiken en opstapelen tot, nou, misschien zo hoog mogelijk om te kijken hoe het eruit ziet. Dit is één doos. Het is best wel zwaar. Boom. En dit is de tweede doos. Zoals jullie weten ben ik gek van Pokémon. En wat krijg je altijd als je een Pokémon pakje openmaakt? Gewoon altijd. Juist, een energy card. En wat doe je met zo'n energy card? Ja, niet zoveel. Maar omdat ik heel erg veel livestreams en daardoor ook heel erg veel Pokémon pakjes heb opengemaakt, dacht ik, wat nou als ik al die energy kaarten ga bewaren en er misschien iets moois mee ga doen? Toen heb ik wel eens voorgesteld om een hele muur vol te gaan plakken met energy kaarten. Zodat je gewoon vuur, elektriciteit, water, gras, dat je allemaal van dat soort verschillende kleuren en types energy kaarten krijgt. Maar toen kwam ik op internet iets tegen waar je kaarten in kon doen. En toen dacht ik van ja, dit is ook wel heel erg vet. Dames en heren, ik heb hier bijvoorbeeld een doosje met energy kaarten. Die is helemaal gevuld zoals jullie zien. Energy kaarten trouwens zijn echt geen drol waard. Dus dit doosje, het lijkt misschien mega veel Pokémon kaarten, maar het stelt echt helemaal niks voor. Energy kaarten zijn super, super, super goedkoop. Misschien 1 cent per stuk of zo. Het slaat echt nergens op. Maar je krijgt dan wel een vet plaatje als je 3 van die vuur energy kaarten doet of 3 water. Dus toen dacht ik van nou, ik heb 1 doosje gevuld, maar omdat ik zoveel pakketjes openmaak, kan ik misschien ook wel 2 doosjes vullen. En dat werd uiteindelijk 3. En toen werd het 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en als allerlaatste 17 bakjes vol met energykaarten. En het is best spannend om het zo los te laten, maar als ik zo ernaar kijk gaat het goed. En ik denk dus dat dit hele vette decoratie is voor hier in de studio. Als achtergrond voor als ik weer video's ga opnemen hier. En zoals jullie zien zijn dit allemaal Fire Energy kaarten. Hierboven hebben we dan een paar andere. Maar check hoe vet dit eruit ziet. En daaronder dan 3 water. Maar aan de andere kant heb ik allemaal andere kaarten. Dit ziet er ook heel erg vet uit. Check dan. Allemaal verschillende kleuren. Dus ja, welke kant is mooier om te doen? Deze kant. Check dan. Of bijvoorbeeld allemaal gewoon vuurkaarten. Dan heb je gewoon 1 rode muur. Ziet er ook wel heel erg vet uit. Word je vooral van een afstandje volgens mij. Het blijft ook gewoon mooi staan. Daar ben ik wel heel blij mee. Dit ziet er wel echt gruwelijk uit hoor. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik al genoeg had om tot het plafond te komen, maar blijkbaar niet. Maar ik denk wel dat ik deze rij eventjes precies hier zo mooi kan neerzetten. Zo, het staat. Ik heb toch maar gekozen voor de kleurrijke kant. En nu kan ik eindelijk deze 2 dozen weggooien. En dan heb ik hier dan alle energy kaarten staan. Maar hoe vet zal het zijn, maar dan moet ik echt wel heel erg veel pakjes nog openmaken. Als ik uiteindelijk 3 rijen hiernaast kan maken, dan heb je echt een super mooie grote muur. En ik zou natuurlijk ook allemaal van deze bakjes kunnen kopen en dan de andere kant van die kaarten hier kunnen doen. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil ze wel helemaal vol gevuld hebben. Dat voelt dan wel het beste. Maar goed, dit is in ieder geval een nieuw decoratiestukje hier in de studio. En het gaat niet lang meer duren en dan wordt deze kast weggehaald. Dan komen er allemaal plankjes en dan gaan we allemaal mooie dingen daarop neerzetten. Dus dan maken we het hier eventjes ietsjes huiselijker, want nu ziet het er allemaal wat strak uit en zo. Dus dat is wel iets waar ik heel erg zin in heb om dat eventjes aan te passen. En dit is dan de eerste stap. Als jullie leuke ideetjes of tips hebben om dit hoekje zeg maar hier zo aan te kleden en wat ik erop moet zetten, dan laat het vooral weten in de reacties. Enzo die heeft inmiddels wat opgehaald bij de dokter en hij komt er nu net weer aan. Voilà babe. Voilà. Zo, dat is een groter pakket dan ik verwacht had. Dat is een groot pakketje hè? Ja. Kijk dan. Boom! Oké. Nou ja. Heeft ze het uitgelegd? Nee, maar er staat een hele brief. Insturen van ontlasting voor microbiologisch onderzoek. Super. Onderzoek bedoel ik. Onderzoek, zei ik. Besef
Dat gek mensen, eigenlijk, hè? De Nederlandse, bank jij me eerst af. Besef dat mensen in het ziekenhuis dan straks in jouw poep gaan graven. Ja, dat wens ik zo ook heel veel sterkte mee. Ja. Nee, onder een microscoop waarschijnlijk kijken of om zo. Te kijken of er beestjes, parasieten in zitten. Ja, dat je dat met een microscoop dan blijkbaar kan zien. Ja, ja. Bijzonder. Maar wat ik wilde zeggen is dat je de klemtoon zo anders kan leggen in de Nederlandse taal. Klemtoon. Ja, dat dus. Nou goed, wat zit er allemaal in? Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Ja, ik heb het van Joelle dus gehoord. Dat er een soort netje of zo bij zit waar je die het dan opvangt. En dan een schepje. En dan moet je het daarin doen. Nou, zo ziet het er niet uit. Nou, hier is het schepje. Hier is het schepje in dit buisje. Ja, je hebt gelijk. How to use the feces catcher. Zo, ja, dat is best wel instructie helemaal. Die en zo. Doe je onder de bril of die plak je op de bril. Dan ga je zitten en dan vangt hij. Dat is een drollenvanger. Ja, dit is gewoon een drollenvanger. Kijk, dit is de drollenvanger. Dus je legt dat gewoon serieus zo neer en dan ga je daar gewoon in kakken. Wat? En dan moet je met dit schepje hier zo. Oh, dat is een heel klein lepeltje, ja, zie je dat? Ja, een lepeltje. Moet je dit een beetje zo vullen. Wat? Moet je elke keer zo. Dat wordt een hele operatie. Ja joh, wel leuk dat ik dat zelf mag doen. Ja, vind je het leuk? Ja. Zou ik niet heel blij van worden, eerlijk gezegd. Nou, maakt mij niet uit. Ik ben toch niet bang voor mijn eigen schijt. Ja, toch of wel? Jij zegt ook altijd, lekker met strontsmijken. Ja jongen, lekker met strontsmijken, jong. Kijk, hier de hele etiket. Hartstikke idee. Ja, daar hebben ze aangevinkt wat ze onderzocht willen hebben, denk ik. Goed, nu heb ik ook wat voor jou. Echt waar? Ja, zeker. En dat is? Ik dacht toch niet dat ik naar de huisarts ging alleen voor mezelf? Ik hoef niet naar de huisarts, hoor. Schatje, doe je ogen dicht? Apotheek bedoel je? Doe je handen omhoog? Nee, handen omhoog. Ja, ik bedoel je handen zo, inderdaad. Niet kijken, maar wat denk je dat dit is? Wat jij kan gebruiken. Ik kan het ook wel openmaken en dan mag je het vasthouden. Ja, doe maar, want ik heb geen idee. Je hebt geen idee, hè? Het zit in een doos. Het zit in een doos, inderdaad. Oké, ik ga het even eruit halen. Shit. Oké. Iets wat ik niet serieus ga gebruiken. Oh, is het om in te plassen? Wat? Plassen? Zo'n plastuitje, dacht ik. Nee. Is het een fluit? Ja, blaas maar eens erop. Wat is dit? Oh, dat is die rhinohoorn. Een rhinohoorn. Ziet het er zo uit? Ja. Moet dit dan zo in je neus? Ja, en dan moet je het gaan schenken. Want hier moet een goedje in. En dan met heet water. En dan schenk je dit zo in je neus. Ja. En dan komt het bij je andere neusgat eruit. Kijk, zoals zij doet. Zie je? Ja. En dat is een lepeltje. Zie je, een doseerlepel voor zout. Oh, dan schenk je zo. Ja, zo doe je dat dan. Oh, ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar omdat jij dus last hebt wel vaak van verkoudheid tijdens de zwangerschap, dacht ik, dit is ideaal. Nou, super lief, dankjewel. Want toen wij ook met de verloskundige gingen praten over de verkoudheid van Myron, die steeds vaker aanslaat, toen zei ze van, je zou zo'n rhinohoorn kunnen proberen. Toen zag ik de staan, de laatste. Ik dacht, die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben, die neem ik mee. Nou, lief, dankjewel. Alsjeblieft, schatje. Ik ga het zo een keer gebruiken. Geen probleem. Oh. Ik koop graag cadeautjes voor jou. Ook, voor jou, hè? Ook al is het een rhinohoorn, maakt niet uit. Ik dacht plast uit. Ja, plas hè? Nou goed, wij gaan eventjes naar de Quantum. Ja. En een leuk feitje. Ik heb vroeger bij de Quantum gewerkt. Ik wist dat helemaal niet. En een andere openbaring. Ik vond die leuk. Nee? Nee, ik vond het echt niet leuk. Maar nu wordt het wel leuk. Ik weet nog dat ik een keer een kast in elkaar moest zetten. Kreeg ik natuurlijk niet in elkaar. Jullie hebben net gezien hoe handig ik ben met zo'n rolmaat en alles. Ik kreeg dat ding niet in elkaar. Ik werd zo ongelooflijk woest. En toen zei mijn leidinggevende, je gaat net zo lang door totdat je hem af hebt. Ja. Toen was je 3 weken bezig. Nee, toen had ik gehoopt dat ze zou zeggen, oh, dan pakt iemand anders het op. Maar helaas. Omdat ik alles al zo door elkaar had met schroeven en weet ik veel wat. Dus ik ben gewoon de hele dag, gewoon één hele dag bezig geweest met een kast. En toen aan het eind van die dag, toen kwam een collega naar me toe en die zei, jeetje, je bent de hele dag bezig geweest met die kast. Ja, ik moest er laatst ook in elkaar zetten. Nou, 2 uurtje werk was klaar. Ik zo, ja, verdomme, doe jij anders even die kasten. Zat die wel goed in elkaar? Of viel die ook half uit elkaar? Nee, nou, het zat wel goed in elkaar. En trots op je. Ja, en ik heb hem heel gelaten. Nice. Het liefste wil ik aan het einde, wilde ik die kast neerzetten, gewoon midden in het gangpad en gewoon keihard rennen en doorheen beuken. Ja. Maar nee, goed. Maar hoe oud was je toen dan? 16, geloof ik. Ja? 15 of 16. Bij de Quantum in Assen. Ja. Nou, dan gaan we nu naar de Quantum in Amersfoort. Ja.
En ik had in de AS had ik een hele strenge leidinggevende. Ja, echt super streng. Hele strenge. Maar dat heb jij ook nodig, want als iemand jou een beetje te loslaat. Ja, maar ik kon niet met haar. Oh, ik weet haar naam ook nog. Oh, echt? Oh, ga je het zeggen of niet? Kort, pittig kapsel, zo'n felle tante. Karin? Nee. Nee, begin met de A. Ali. Nee. Angela. Ik zeg niks. Toch wel dus. Oh, joi, joi. Nee, uiteindelijk kwam ik haar nog een keertje tegen achteraf. En toen heb ik heel leuk gepraat. Maar dat is altijd zo. Hè? Dan kan je het eventjes hè, een beetje botsen hier en daar. Ja. Kom je er later tegen en dan is het weer goed. En dan is het helemaal prima. Maar weet je wat ik ook zo mooi vind? Dit hoorden we dus over opa ook heel veel van mensen toen we bij de voetbalwedstrijd waren. Ah. Dat opa zo streng, maar rechtvaardig was. Streng, maar rechtvaardig. En dat iedereen eigenlijk wel een keer momenten met opa heeft gehad dat ze een beetje zo dacht van... Oh nee, Henk, de docent, zeg maar. Ja. Maar achteraf vonden ze hem allemaal helemaal geweldig. Achteraf was het altijd weer mooi en snapten ze het ook wel. En... Ja. Ja, dus soms is streng zijn niet leuk, maar dat hoort er wel een beetje bij. En sommigen hebben dat nodig. Ik zelf heb dat ook wel eens nodig gehad. Ja, op school denk ik dat jij dat sowieso nodig had. Maar niet iemand die aandoet. Maar wel die jou de grenzen aangeeft. Zo van, dit is de grens en zo. En dat niet erbuiten. Ja, ik vind dat lastig. Want je kan zeg maar heel streng zijn. Maar wel op een juiste manier. Dat het logisch is dat je streng bent. Maar als je een beetje het gaat misbruiken. En... Ja, je kan gewoon doorpraten. Dit is perfect inderdaad. Dit is dus precies de reden waarom oma altijd vroeger met vakanties met opa... Ja, maar dit is precies andersom. ...hadden afgesproken. Want oma praatte zoveel in de auto... dat als opa aan het draaien was en oma die moest zeggen links of rechts... dan moest ze natuurlijk stoppen met praten om te zeggen links of rechts. Dus hadden ze afgesproken dat oma gewoon... Ja, door kon blijven praten met haar verhaal en dat ze dan alleen maar dit hoeft te doen. Ja, alleen nu is het zo dat ik vooral heel veel lul. Ja, en dat ik jou niet wil onderbreken. Ja, dus dat doe je hartstikke goed. Maar ik moest het even een keertje kwijt. Maar in vervolg, als Myron dit of dit doet, dan weten jullie links of rechts. Nou goed, in ieder geval, ik kan het niet tegen als dan iemand zo'n beetje misbruik maakt van de situatie. En dan omdat hij dan leraar is en dan... Nee, als... dat vind ik lastig, want dan word ik juist rebels. Ik denk dat het bij jou ook zo was. Ik kende jou natuurlijk toen niet, maar ik ken je nu wel. Dat iedereen ook gelijk behandeld moet worden. Dus als jij dan een keer een grapje maakt en iedereen lacht. Dat als jij er dan uitgestuurd wordt. En het gebeurt de volgende keer bij iemand anders. En die wordt er dan niet uitgestuurd. Daar kan jij heel slecht tegen. Dat je dan denkt, hoezo krijg ik wel straf? Of hoezo moet ik nu wel iets doen en hij niet? Of zo? Ja, dat is wel een beetje vergelijken. En dat is wel iets wat ik meer moest leren inderdaad. Want je moet niet altijd jezelf vergelijken met anderen. En je moet ook niet ervan uitgaan dat... mensen dat allemaal kunnen onthouden en het daardoor iedereen zeg maar gelijk kan behandelen, want dat is gewoon heel lastig. Mm-hmm. En sowieso zijn dit soort dingen super mooi om nu erbij stil te staan dat je dacht van wat was ik voor etter, wat was ik vervelend. Alleen toch de grootste valkuil voor mij was dat als ik een grapje maakte en ook maar één iemand lachte daarom. Ja, dan ging je door. Dan ging ik door. Ja. Dan ging ik door tot het eind. Ja. Want één iemand lachte, dus ik was grappig. Dus ik maak nog een grapje en nog een grapje en nog... en dat was het probleem. Ja. En serieus waar, vaak kreeg ik de leraren nog aan het lachen ook. Ja. Werd ik uitgestuurd, moest ik me melden bij de corrector. Maar dan zeiden ze achteraf... Jij doet die klemtoon echt raar vandaag. Corrector. De conrector. De conrector. Oké, goed. Corrector. Conrector. Dat klinkt als een dinosaurus. Ik weet het ook niet waarom ik dat zei. Maar dan zei de leraar achteraf, die zei van Enzo, echt waar, super grappig wat je doet. Ik kan er echt wel om lachen. Ik vind je een leuke clown. Maar ja, precies, je bent een leuke clown. Misschien moet je er wat mee doen later. Maar het moet wel even duidelijk voor je zijn dat ik les geef. En ik probeer mensen wat te leren. En dan kan ik gewoon die clown even niet gebruiken in de klas. Precies. Maar ik vind het wel grappig, maar het komt even niet goed uit. Nee. Maar dat ja, en dat was eigenlijk niet handig om tegen mij te zeggen. Want op het moment dat ik wist dat de leraren mij ook grappig vonden... Ja, dat snap ik wel. Toen dacht ik, als ik dan weer een lesje heb en ik maak een grapje, dan weet ik... Hij vindt het wel grappig. Ja. Maar ja, lastig man. Ik was gewoon lastig. Ik ben benieuwd hoe het bij ons kleine boy gaat. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, het is 50% van jou en 50% van mij. Hè? Dus we kunnen er niet van uitgaan dat het zo'n ad wordt als jij. Nee, precies. Dus ja. Oh, als je hier rijdt, waar heb je dan zin in?
in nog harder rijden omdat het rustig is? Nee, ik heb zin in mountainbiken. Ah, oké. Die mountainbikepaden hier, die zijn zo mooi. Dat gaan we wel weer oppakken hoor, als het klein er eenmaal is. Heb je een zitje voor op de mountainbike? Ja, je hebt wel zo'n, zo'n karretje die er achteraan kan. Alleen, oh ja, klopt ja. Met mountainbiken weet je dat allemaal. Nee, je hebt zo'n rugzak, zo'n rugzak waar die in kan. Rugzak, rugzak. Dat is toch van Dora, ja, of niet? Waarom keek je dan zo? Nee, maar dan droppen we hem even een uurtje bij Milan en gaan wij even mountainbiken. Nee, een wielrennen is wel makkelijker met een baby, want die kan je inderdaad makkelijker achter de fiets doen. Ik denk dat baby's dat ook echt chill vinden. Niet te klein natuurlijk, dat snap ik ook wel. Niet meteen de eerste week in zo'n fietsding gooien. Zo na een week meteen mountainbiken, 8 nekwervels gebroken. Nee, maar toevallig hebben wij een buurman en die fietst ook heel vaak met zo'n karretje achter. Ook zelfs boodschappen doen en zo zie je hem weer fietsen met die kar erachter. Klopt. Maar hoe chill. Bedenk nu eens even hoe het voelde toen we bijvoorbeeld achter die... die paarden in Oostenrijk, in die koets. Oh, wel gezellig hoor, zo. Gezellig hoor. Ja, hoe voelt dat dan een beetje als je als kind... Word je helemaal zo lekker dromen van. Ja, lekker bochtje. Ja. En meestal zijn het ook nog echt van die lekkere lounge bankjes wat er in zo'n stoeltje zit. Nou, we gaan er zeker van genieten met kleine. Ja, zeker weten. Top. We gaan even naar de Quantum, want daar gaan we eventjes wat halen voor Thuus. Ja, voor de slaapkamer. En Thuus is dus thuis. Ja. En niet Truus. Nee, want Truus zit Thuus voor de bus. Ja. Snap je hem? Ja. Truus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. En verder weet ik het eigenlijk ook niet. Nee, ik ook niet. Nou, doei. Wat mooi. Dat is weer Fries. Ja, maar dat is tot ziens. Nee, dat is tot morgen. Oh ja. Ga, 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 go, 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 ting 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 ka 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 ta ta tuk 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 ting 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 ting. Oh joh, ik denk oprecht dat mensen die ADHD hebben dit zo erg herkennen nu gaan reageren en zo. Ik weet zeker dat jij ADHD hebt als je dit in je hoofd hoort. Vraag maar aan Elisabeth. Ja. Die heeft dit sowieso ook. Ja, dat kan soms echt vervelend zijn. Ja, maar ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk. Soms wil je ook iets bewegen wat je eigenlijk niet wil. Of ga ik nu te ver? Ja, goed. In ieder geval, ik kwam erachter. De dagen gaan snel. Klopt. Het gaat snel voorbij. Ja. Dus ik kwam er in één keer achter. Ja, hij speelt niet af. De muziekje speelt niet af. Ik zit te draaien in die knop. Maar hij speelt niet af. Oh, ja, ja. Oh, we finally here, right? Well, it's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Ta 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 tu 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 tik tik ting 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 tak 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 tak. Oh, fijn hè? Zijn er nog beatmakers die hen zo graag willen inhuren? Voor elk soort sound die je maar wil. Geef me 5 minuten en ik heb gewoon 3000 sounds voor je. Gooi nog eentje. Iets rustiger deze. Ik was toch ineens klaar? Er was nog eens klaar. Oh, stop. Ik wil niet meer lachen. Mijn buik doet pijn. Oké, komt ie. Weet je wat ik echt een vet moment vond? Ik had gisteravond weer even darten gekeken. Mm-hmm. Super nice. Jij ook heel eventjes met mij mee. Mm-hmm. Michael van Gerwen, 3 keer al gewonnen van de 4 avonden. Super sick. Maar wat Luke Littler deed, vond ik echt heel erg vet.
Luke Littler die gooide een 170 uit. Dat is super knap, hè? Dan gooi je triple 20, gooi je weer triple 20 en daarna gooi je de bullseye. Ja. Dan heb je 170, want de bullseye is de enige die je uit mag gooien in het midden. Nou, anders dubbel. En anders dubbel, inderdaad. Ja. Lekker, schat. En weet je wat het mooie was? Toen hij dat deed, omdat het gewoon een groot getal is, een big fish. Weet je wat hij toen deed? Hij gooide toen die 170. Hij draaide om naar het publiek. Hij gooide zijn hengel uit. Hij deed zo inhalen. Echt? Poeh, dat vond ik zo vet. Ja. Dat is zo'n vette celebration. Hij is ook een visser dus. Hé, hey, wie weet. Maar dat heb je soms ook wel eens met voetbal. Daar heb je ook zo'n celebration. Zo'n soort van... ja, vismoment. Dat kan je vast wel laten zien, even editor. Als je dat zou willen, het zou heel fijn zijn, dankjewel. Dan zie je dus ook dat iemand gaat liggen en die doet alsof hij een vis is en de rest gaat hem binnenhalen. Super vet toch? Alleen ik vergeet altijd, moet je zo binnenhalen of zo? Nee, dat weet ik dus niet. Dat weet ik echt even niet. Ik denk zo. Als ik zo sta, ja zo ja. Ja. Doe jij eens een paar geluidjes dan? Nee. Nee? Nee. Voel je de vibe niet? Nee. Schatje. Hoi. Ik hoor het aan je stemgeluid en ik voel me thuis en ik doe het nu weer. Oh, oké. Okay. Ik hoor het aan je. Zullen we allebei proberen zo goed mogelijk te zingen? Nee. Dat kunnen we beide niet. Daarom is het ook zo mooi. Nee. Ik doe wel even voor. Doe maar. Ik doe eerst even een voorbeeldje af laten spelen en daarna ga ik het nadoen, ja? Ja. Ik hoor het aan je stemgeluid en het brengt me thuis, maar dat voelt ik juist meer. Ik hoor het aan je stemgeluid en het brengt me thuis en dan hoort het zo weer. Maar het voelt niet juist meer. Oh, bijna goed. Ja. Doe jij nu eens? Nee. Schatje, ik heb het ook gedaan. Ja, maakt niet uit. Nee, maar zo werkt de wereld. Nee. Als ik het doe, dan doe jij het ook. Is dit onrecht? Dit vind ik onrecht. Oké. Okay, nee. Die kan ik echt boos worden. Ik ga zeker niet mijn best doen om te zingen, want ik kan niet zingen. Nee. Nee. Ik wil wel de intro van Avatar doen. Ja! 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 Please, doe dat! Please, dit is het beste ever, jongens. Serieus. Omdat we nu helemaal weer in de Avatar zijn. Yes! Ik zei dat ook zo tegen Marvin laatst nog, hè. Ik zei, schatje, de reden dat ik... Kijk, ik hou heel veel van je. Echt heel veel. En ik ben gek op je geworden, verliefd op je geworden. De vrouw van mijn dromen zit naast mij met een zwangere buik. Maar de reden dat ik net even dat stukje meer van Maiwen hou... Ja. Is omdat ze af en toe net zo gek is als ik. En van die mooie dingetjes heeft zoals de intro van de Avatar. Dat soort dingetjes, legendarisch. Hoe mooi is het als je dat straks aan de kleine ook zo helemaal gaat vertellen? Ja. Dus, dames en heren. Maar hier... jij kan toch ook wel een beetje? Nee. Kun je niks? Nee. We kunnen het toch samen doen? Dat is nog SpongeBob leuker. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, zo SpongeBob SquarePants. Dan heb ik die Rhinohorn nodig. Nee, voor de rest kan ik het niet hoor. Maar, dames en heren. Oké. Water. Nu kan je wel meedoen. Water. Nee, niet zo zacht. Nee, maar jij kan die afmaken. Jij kent de vier elementen. Ja, water, vuur, aarde en... Water, aarde, lucht, vuur. Waarde, waarde. Water, aarde, lucht, vuur. Waarde. Ja. Schatje. Water. Nee, die volgorde weet ik dus ook niet zeker. Maar we doen gewoon maar hoe ik denk dat die is. Water. Lucht. Wacht even, schat. Sorry dat ik je onderbreek. Nee, je dacht toch niet dat ik tijdens rijden dat wilde aanhoren? Ik wil er even een moment van maken. Water. Aarde. Lucht. Vuur. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Alleen hij, meester van alle vierde elementen... Ik heb het niet goed gedaan. Water. Aarde. Lucht, vuur. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen hij, meester van alle vierde elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij. 100 jaar ging voorbij. En toen? Mijn broer en ik... vonden een nieuwe avatar, een luchtmeester, genaamd Anne.
Zijn luchtstuurtechniek is geweldig. Maar hij moet nog veel leren. Maar ik weet dat hij de wereld kan redden. Dat is het. Nice. Ongeveer. Ja. Nou ja, ik zal vast iets wel niet goed zeggen, maar... Die vind ik zo fijn, hoor. Ik zweer het je. Elke keer als Marion die heeft gedaan. En Marion heeft dat ook wel eens gewoon random in bed gedaan. Lang geleden. Ja, en als ik dan alleen al hoor, lang geleden, dan ga ik al helemaal stuk. Lang geleden, dan denk je, dan gaan we weer. Ja, daarom is het zo vet om die serie nu samen te kijken. Hij ziet, hij is ook echt vet, hoor. Hij is echt nice. Maar zoveel scènes klopt ook gewoon met vroeger. De casting is gewoon 10 van de 10. Ja. De plekken die ze hebben nagemaakt, 10 van de 10. Ja. Ja, het is echt sick. Het is echt, tot nu toe krijgt hij een 10 van mij, de serie. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. We gaan hem later verder kijken. Ja. Oké, nou, ik ga weer verder rijden. Het is niet zo lang meer. 5 minuten. Check dit dan. Dit is een hele grote. Hangt er wel mooi bij, hoor. En je ziet al die kaartjes, 50% korting. Ja. Alles voor je vloer. Let's go dan. Ja, zo eentje had ze gezien, toch? Deze lijkt me mooi voor onder het bed, bij ons boven. Ja, is dat breed genoeg voor beide kanten? Ja, de grootste is 1,90 bij 2,80. Oh ja, en dat is deze niet. Nee, dat is niet deze. Denk ik. Oh, ik wou net zeggen. Ja, want dat hebben we nodig. Hij hoeft natuurlijk niet helemaal onder het bed. Nee, maar wel voor mijn kant die ik uitstap in jouw kant. Ja, dus 2,80 is dan de breedte. Het bed is 2, dus dan heb je aan beide kanten 40 centimeter. Ja, maar ga je dan een kleed doen zodat je aan beide kanten 40 hebt? Is dat niet zonde? Wil je een nog groter kleed? Nou, maar kan je dan niet beter, zeg maar, dat je 2 van die kleine doet? En dat je dan gewoon een klein stuk bij jouw bed dat doet? Bijvoorbeeld een meter. Aan mijn kant een meter. Ja, maar dan ziet het er aan de voorkant zo gek uit. Ja, dat is waar. Ja, lastig. Ja, ik heb er ook helemaal geen verstand van. Ik zeg ook maar wat. Het ziet er eigenlijk gewoon een beetje uit als zo'n rek, alsof je posters uitzoekt, weet je wel? Ja, inderdaad. Schatje, ik heb goed nieuws. Wat dan? Ik moet poepen. Echt? Nou, heb je gevraagd? Kan ik niet hier doen, of wel? Nee, maar heb je gevraagd of je eerste ontlasting moet zijn? Nee. Heb ik niet gevraagd. Ik weet het ook niet eigenlijk. Nee, maar moet ik even bellen misschien. Uitdagen. Denk ook niet, anders hadden ze er wel bij gezegd, toch? Ja. En anders staat het wel op dat briefje. Ja. Oké. Nou, we kunnen verder niks vinden. We hebben, want we zochten nog een wiegstoel voor in de babykamer. Maar we zijn er wel uit wat voor kleed we willen. Die is alleen niet hier op voorraad, dus die moeten we online bestellen. Dus dat gaan we dan even thuis doen. Maar we zijn er wel uit. Dus wordt vervolgd. Ik ben echt heel blij dat ik naar de wc moet, want dan is het ook gewoon gedaan. Ja. Toen ik vanochtend naar de wc ging, toen dacht ik al van, ah shit, ik had het eigenlijk moeten bewaren. Maar ja, je gaat natuurlijk niet urenlang je poep opbouwen. Maar tegenwoordig scheid ik 3 keer per dag makkelijk, dus dat maakt ook niet uit. Wat dus ook misschien een teken kan zijn, wie weet. In ieder geval, u kunt de ontlasting opvangen met behulp van het ontlastingopvangpapier. Nou, dat heb ik in mijn handen. Ja. Die zitten hier aan beide kanten bij mijn vingers hier, die bewegen een plakstrip. Dus die kan ik zo op de toiletbril plakken. En het potje mag maximaal half vol zijn. Dit is het potje. En moet minimaal de hoeveelheid ter grootte van een walnoot bevatten. Vermijd dat de buitenkant van het potje vies wordt en was uw handen goed. Nou, lijkt me logisch. En de datum moet er nog even op. Oh, ik moet, schat. Nou, succes. Ja. Hier, kom even kijken hoe ik dit plak. Hier. En hier. Dan moet hij er niet naast vallen, hè? Moet je goed mikken. Ik ga mikken, ja. Oké, nou, veel plezier. Succes. Moet je het voor mij scheppen? Nou, denk ik niet. Tot zo. Doei. Wat zeg je? Mijn keuken is te zwaar. Is hij er doorheen gevallen? Het zakje is gescheurd. Ja, dan moet je hem eruit gaan vissen dus. Ja, is niet best hoor. Ik hoor Enzo in één keer zeggen, schatje! Dus ik zeg, wat is er? Oh, ja, maar jij gaat meteen helemaal poepen. Jij gaat alles eruit poepen. Wacht even. Nee, ik ga niet komen hoor. Nee, het stinkt hier zo erg. Ja, normaal valt het gewoon lekker in het water. Hij heeft het schepje daar. Nee, scheppen. Nee, maar het stinkt normaal gesproken niet, want dan valt het in het water. Ja, dat zeg ik net. Maar nu zit het aan het oppervlak. Ja. Oh, maar je hebt nog wel wat over. Dat is echt alles. Alleen poepen en niet kots. Goddamn. Een walnoot.
Maximaal half vol, hè? Weet je hoe moeilijk het is? Nou, het is gelukt. Ja. Ja, gast, dat spoel je gewoon door. Echt? Ga je toch niet mee heen lopen? Ja, dat moet toch in de prullenbak doen? Dat is toch papier, dat kan je gewoon... Viespeuk. Kan ik dat doorspoelen? Ja, probeer maar gewoon. Ja, probeer de kant op, je moet geen vuilnisbak. Nee, ga toch niet. Ik pak wel een zakje voor je en dan doe je het daarmee. En dan mag je het in de vuilniszak doen, maar niet zo. Ik heb doorspoeld. Gadverdamme, ik ruik het ook helemaal. Het is weg, het is weg. Ja? Ik heb doorspoeld. Goed. Hier. Nou, het is gelukt hoor, dames en heren. Sorry voor misschien een beetje de viezigheid, maar het kon nog veel viezer. Maar goed, in ieder geval, ik heb het hierin zitten en ik ga het meteen maar even inleveren bij het ziekenhuis, bij de polykliniek. Ben ik er ook vanaf en dan heb ik dat maar mooi gedaan. En daar ga ik weer hoor. Zoals ik al zei, ik ga hem ook gewoon weggooien. Hij ligt alweer op zijn zij. Dit ding is echt helemaal niks meer waard. Dus ik ga hem nu ook gewoon weggooien. 1, 2. Dat dacht ik al. Oké, ik heb lekkere eierkoeken. Eergisteren heb ik nog zo'n eierkoek gehad. Die had Marjan meegenomen in de auto. Ik zag ze nu liggen. Ik dacht, nou, daar smikkel ik er even eentje van op. Heerlijk. Marjan is even een dutje aan het doen. Dat is wel belangrijk, want die was vannacht heel veel wakker geworden. Die moest echt 4-5 keer naar het toilet of zo. Elke keer mini plasje, dat is echt niet normaal. Zelf word ik dan maar echt 1 of 2 keer wakker. Misschien onbewust een beetje, maar valt wel mee. Maar het begint nu steeds dichterbij te komen. Het is echt wel spannend hoor, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar straks gewoon papa. Echt bijzonder. Als ik zo naar de tuin kijk, dan denk ik van ja... Ik was zo even aan het visualiseren dat ik zo'n boomhut zag in die boom. Maar een hangmat, dat zou ook wel echt een vibe zijn om dat gewoon in een boom te hebben. Ja, als het mooi weer is, dan kunnen we weer leuke dingen gaan doen in de tuin. Daar heb ik wel echt zin in. Lekker veel buiten zijn met het mooie weer. Heerlijk. Oké, nou, gaan we. Let's go. Zo, ik heb er weer lekker wat werk op zitten. En dan kom ik binnen en het ruikt zo ongelooflijk lekker. En dit was wel een keertje dat je mijn advies vroeg. En dat ik zei wat ik wilde eten. En dat je dacht, dat is een goed idee. Dus, dit zijn pannenkoeken gemaakt door Myron zelf. Ziet er super goed uit. Maar dan dit nog eventjes als verrassing erbij. Toch nog wat gezonds. Geitenkaassalade. Geitenkaas. Geitenkaas. Super lekker. Ja, toch? Ja, dus, ik dacht... Alleen pannenkoeken, dan heb je eigenlijk niks binnen qua groente of zo. Ja, nee, ik vind het wel een hele goede middenweg. En ook omdat als je nu pannenkoek gaat eten, ga je ergens vanavond wel weer trek krijgen. Ja, klopt. En dan, maar dit vult sowieso ook wel, maar we kunnen die pannenkoek ook bewaren en dan vanavond nog een beetje gaan eten. Lekker smikkelen in ieder geval. Nou, wij gaan even lekker eten. De eerste is voor jou. Oh, zo fijn dit. Niet smakelijk. Dankjewel. En dan natuurlijk wel even apenstroopje, hè? Ja, Marjan doet weer de chili saus en dan de kaas eroverheen. Mm. Maar ik gebruik gewoon even lekker de apie. Apie. Kijk, jullie weten hoe het gaat, hè? Zo. Oh, dat ging helemaal goed. Yo, mij schieten. Ja, dat klopt. Je keek me aan, ik dacht, wat gaat hij doen? Nee. Nee, het werkt niet. Laat maar. Ga me niet met eten spelen. Nee. Je hele hand zit eronder. Ja, dit was de eigen schuld. Kijk, nu word ik wel een beetje geïrriteerd. Waarom? Marjan zei, ik heb echt het gevoel dat je overdrijft of zo. Want je zei, met die dingen schoten we altijd, maar ik heb het nog nooit echt goed gezien. Nou, nu verdraai je de woorden van mij. Dat vind ik niet lief. Hoezo? Ik zei, ik heb het gevoel dat die verpakking aangepast is. Want hoe die verpakking nu is, heb ik nog nooit gezien dat die echt ver schiet. Nou, en dat die vroeger misschien anders was. Ik kan het wel laten zien. Ben je klaar voor? Mm-hmm. Mag het plafond vies worden of niet? Nee. Oh, hij heeft hem ingeslikt. Echt? Er zit een stukje pannenkoekje in. Nou, dit bedoel ik dus. Ja, maar dan is hij niet meer houdbaar. Dit is echt anticlimax. Dit is wel lekker, hè? Ja, dit regen. Nou, en ze gaat door totdat hij schiet. Maar ik heb echt nog nooit gezien dat hij echt ver schiet. Hebben jullie dat ooit gezien, kijkers? Of... Kijk, nu zie je dit tuutje. Ja, ik weet dat hij er dan in zit. Oh, zeg je dat? Ja, maar niet ver of zo. Ja, zie? Nee, maar wacht. Je hebt een pannenkoek met gaten. Hij heeft hem weer ingeslikt. Nee. Oh. Oké. Schatje.
zit je nu onder de stroom? Maar niet het plafond, gelukkig. Wow. Ik zag het helemaal niet wat er gebeurde. Het zit zelfs op je hoofd. Gelukkig heb je een pet op, anders had het in je haar. Kijk, hier ook. Ja, ja, nu deed je weer te overdreven. Nu, ja, nu kneep ik te hard. Nou, ik ga lekker mijn pannenkoek eten als je het niet erg vindt. Wat een soort pettenpoep. Okay. Het ligt hier op de grond. Oh, inderdaad. Ja, ik, in ieder geval wil je dat je kinderen gewoon normaal met stroop omgaan. Koop dan dit niet. Nee. En anders dan veel succes. Dan wil je dat je kinderen gaan stuiteren? Laat ze dan net zoveel poedersuiker op hun pannenkoek doen als dat Enzo doet. Oh, trouwens. Ben ik even blij dat ik net die opnames heb gehad in de tuin. Ja, inderdaad. Ik zat er ook net over na te denken. Ik wou nog vragen, heb je nog iets buiten staan? Ik dacht, ik doe die opname wel na het eten. Maar toen dacht ik, nee, ik doe nu even voor het eten en ben ik gewoon klaar. Ja. En nu regent het keihard, had niet gekund. Smart. Nee, schatje. Ik haat dit echt, hè. Ik heb dat al zo vaak gezegd. Geniet van je eten. Ik sta hier half uur voor in de keuken. Wel een simpel recept, I know. Maar ik sta een half uur in de keuken. Jij stopt hem in één keer in je mond. Ben je even de pannenkoek van dichtbij aan het inspecteren? Schatje. Oké, ik ga ook eten. Maar ik doe het normaal. Ja, hij stikte gewoon bijna en ik hoor hem gewoon helemaal stikken. Is toch niet lekker? Nee, niet liggen. Ja? Oké, nou, iets makkelijker. Dankjewel. We zijn in een sportschool en we zijn heerlijk bezig. En met we bedoel ik niet alleen Myron en ik, maar ook Noël ligt er lekker bij. En dan zou je denken, hij is aan het chillen op de grond. Maar nee, zeker niet. Hard aan het werk. We gaan nu inverted row doen. En we wisten allebei niet wat dat precies was. Dus we hebben even op YouTube gekeken. En een inverted row, dan hou je handen dus hier vast. Op die manier. Ga je eronder liggen. Doe je benen gestrekt. En dan doe je dus je borst aanraken aan de stang. En volgens het programma wat ik heb, wat we nu volgen, moet ik dat 3 keer doen in totaal en dan 10 keer per stuk. Nou, dat is niet te doen. Ik heb het net zelf gedaan. Het lukte mij 2 keer tot aan de borst tikken. En die andere 8 sloeg helemaal nergens op. Maar goed, eens moet de eerste keer zijn en je moet ergens beginnen. Ja. Dus doe je best. Ik ben echt heel erg benieuwd. Komt ie, hè? Maar om je borst tegen de stang aan te drukken. Dit is toch niet normaal? Maar ga ik er nou goed heen? Ja, ja, je doet het goed. Misschien hadden we hem toch nog wat lager moeten zetten, die stang. Ik voel dat ik hem hier moet stoppen. Zullen we eens wat lager doen? Ja. Maar misschien was dat ook mijn probleem dan. We hebben hem veel te hoog. Ja, we hebben hem veel te hoog en veel te zwaar. Oké, blijf maar liggen. Oh ja, het is gewoon zwaar. Oh ja. Zwaar. Oh ja. Moet hij nog lager? Nee, bro, het is gewoon zwaar. Wacht. Wacht, wat nou als... Ik denk dat het gewoon echt hier, zwaar is. Gewoon hier. Ik denk dat het gewoon kan zijn, hoe hoger, hoe minder zwaar. Nee, dat is echt niet zo. Ik denk het ook. Ik wou eigenlijk zeggen, doe jij eens dan, maar dat maar wordt... Maar doe eens hoger. Ja, maar dit is weer te kort. Want dat is met push-ups ook zo. Kijk, maar nu, wat zit je... Is dit weer te kort? Ja, dit is te kort, maar nu kan ik niet trekken, snap je? Ik zit... Ja, je moet je armen gestrekt kunnen. Ja. Dus als je deze opdoet hier, en die ook. En dan kan je armen nu gestrekt doen. Ja. Dus dit zou goed moeten zijn. Ja, dit is dan nog het makkelijkste. Ja. Maar dit is ziek, hè? Zullen we nog 1 keer die YouTube video kijken? Ja. En die vrouw, even kijken hoe zij... Zij zit eerst. At a height that allows us to lay down. Go ahead and kijk. Take yourself up. Zo, zeg je dan? Take yourself off the floor. Huh? And you are high enough that you're... Nee, kijk, dit doen wij fout. Ik zie het al. Ja, ja. 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 Wow. Holy shit, we doen het helemaal verkeerd, gast. Wat een fijne conclusie. Ja, want je gaat eerst onder zitten, dan hou je hem vast. Zij is wel beast trouwens, hoor. Zie haar armen. Is jezus, dit is niet normaal. Dat is gewoon 3 keer bij. Oké, dus je gaat zitten. Dat is oké. Doe jij eens? Ja, als eerste moeten we dus zitten hier. Hieronder. En dan houdt zij hem al zo. Ja, en dan moeten we dus naar achter. Maar we kunnen niet verder naar achter. Mijn hoofd komt tegen de muur. Ja, maar als je nu naar achter gaat, dan doe je het perfect. Ja, en als ik dan zo doe. Ja. Zo, dit is sowieso zwaar, hoor. Ja, we kunnen dit dan nergens doen, denk ik. Nee.
Hey, ik denk dat deze zijn allemaal te dicht bij de muur hier. Dus dat kunnen we niet doen. Want bij die sportschool van die video die we net zagen, stond het gewoon ergens in het midden. Ja. Dan heb je alle ruimte natuurlijk. Oké, we hebben de hammer curl. Ik heb hem nog nooit eerder gedaan. We hebben het filmpje gekeken. Omhoog. Band leeg laten lopen. 2. 3. Wat een shot dit. 4. Hij blijft hangen. 6. Lekker. Heb je die oefening ooit gedaan? Nee. Ik ook niet. Echt nog nooit. En zo vaak? Ja, we zijn gewoon wat een nieuwe oefening aan het proberen. En morgen en overmorgen merken we met spierpijn of het goed was of niet. Oh, lekker bro. Bro. Lekker bro, lekker. Warm, man. Een soort van koe die gemolken wordt of zo. Daarom laat ik ze liggen. Ik wist eigenlijk al dat ik licht op moest. Maar ik dacht, jij filmt toch? Hey, goeie man. Zo dames en heren, dat was dan de vlog van vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Ik heb nog samen met Noël hier eventjes lekker in de studio gegamed. Dat was heel erg nice. En je gaat er nu vandoor. Dat was gezellig bro. Hey, ik ben trots op je dat je zo goed bezig bent met sporten man. Oh, ik dacht dat je zo goed had gespeeld. Ook dat je heel goed hebt gespeeld met Counter-Strike, zeker. Dank je, dank je. Maar nee, serieus, je bent lekker bezig wat dat betreft. Ja, lekker gezond leven. Ja, dus ik verheug me serieus nu al op de volgende keer sporten. En dan, ik denk over 2 dagen weer. Mijn missie is echt elke 2 of 3 dagen. Niet, nee, ik niet langer dan 1 dag overslaan, wel voor een beetje rust. Ja, daarom 2 dagen. Dus 2 of 3. Hey, zie ik jou morgen, overmorgen. Overmorgen, zie ik overmorgen weer. En jullie ook weer. Is goed, bedankt voor het kijken, dames en heren. Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.